We herdenken de afschaffing van de slavernij 158 jaar geleden. En dat horen we te doen. Voor onze voorouders zijn de enige groep in Suriname die zeg maar slavernij met kleur en geur gedurende bijna 2 eeuwen lang heeft meegemaakt. En dat was niet gewoon, was heel tof. Met ontnemen van cultuur. Benakusabi, mau begi, voor de voorzitter Gandhi, vader bina begi, afisting, en zo to nako, voor ko begi, u begi de big Gandhi diamond, daddy kondei, sana konde, u begi u yanko bebe, langalibi, voor een bosom die amos passare konde no, afgansi. Maar is dat geen lockdown vandaag? Dat klopt, we hebben vergunning aangevraagd. Ik moet erbij zeggen, we hebben het zeker een maand geleden aangevraagd. We hebben het gisteren pas gekregen. En dat maakt het natuurlijk heel erg moeilijk, want je moet plannen, je moet organiseren. Maar goed, we zijn blij dat we het gekregen hebben en dat we hier konden zijn om zeg maar een stukje cultuur te brengen die goed hoort bij het herdenken met leed en vreugde en leed te herdenken, zeg maar. Want het is duidelijk een leed en ellende. Leed en plezier, want we zijn blij enerzijds dat we lichamelijk bevrijd waren 158 jaar geleden, maar we zijn nog steeds geestelijk zijn we geketend nog. Dat merken we door de sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkeling van ons, is een duidelijke achteruitgang is vergeleken met de andere groepen. Vorig jaar had Kwaku een mondkap om. Oh ja, maar het probleem is, door de eenheid die er niet is, doet iedereen wat. Maar dat komt niet van ons. Een monument moet je niet bekleden. Moet je niet kleden met iets en deze vooral niet. Omdat deze geen persoon is ook. Die pangi en die komen niet van jullie? Nee, komt niet van ons. Nee, nee, nee. Het is een andere groep die het gedaan. Dus maar ja, we respecteren alles wat mensen doen. Maar wij zouden het niet doen, omdat het hoort niet bij een monument. En vooral bij deze, wat het doordat geen persoon is. En bovendien, het is al ontworpen door de ontwerper dat die kleren aan heeft. Maar dat komt vanwege die saamhorigheid en de eenheid die er is. En men kent haar geschiedenis niet. En men benadert die dingen ook niet een beetje wetenschappelijk. Vaak gevoelens, is gevoel ook dat men kleren gaat dragen. Terwijl in het monument heeft ze kleding. Kwaku heeft een camisa aan. Dus het is er al. Dus in dat licht moet je het zien. Dit is een stukje symboliek. Hè? Wat is het precies? We zijn op een woensdag vrijgekomen. En dat is belangrijk. En, vooral, ik denk voor alle volkeren, de dag wanneer je geboren bent, de dag wanneer iets gebeurd is, dat je die dag een beetje hoog in het vaandel houdt. En daarom geef je het een naam. En de naam binnen het Afrikanisme is zijn alle dagen hebben een naam. En de woensdag is Kwaku. Heet Kwaku.